Dames, hoe gaat het? Slecht. Ja, het gaat echt heel slecht. Echt slecht. En dat komt door? Echt een zware domper. Echt een zware domper deze avond. Doordat Nederland het heeft verloren van Spanje met 1-0 in de 116e minuut. Klinkt er ook niet normaal. Oh mijn god. Om 4 minuten van tijd. Niet normaal, dat was echt zo spannend. En kansen zelf gehad. Hou op. Echt. Nou, zij ook wel, maar... Zij hebben ook superveel kansen gehad. Ik bedoel, Steekie stond daar echt al... Steekie was ons held, toch? Ja, echt serieus. Ik vond het echt gezellig. Wat een man te kiepen. Ja. En, wel echt een domper. Dat echt een heel mooi feest kon zijn. Ik had een goed gevoel over. Ik dacht echt van, nou, we gaan gewoon pakken. Ik dacht op een gegeven moment dat we gewoon strafschoppen. En dan... Ik dacht ook, gewoon strafschoppen. We scoren nog wel, maar... Ja. Wel veel kaarten vond, hè? Of niet? Ja. Ja. Terecht wel, of niet? Nou, een aantal sowieso wel, ja. Zo, die borsttrap. Ja, die borsttrap, dat was sowieso wel echt een goede kaart van Bommel, maar... Ja, hij trok wel, ik vond wel, die ene was echt een vlieger, hoor, die scoorde. Die ging wel echt makkelijk naar. De match winnen. Ja, hij ging wel lekker vaak liggen, hoor. Ja, maar ja, echt, maar wel echt... Het was echt mega heftig dat ze zo ver zijn gekomen, ja. Echt niet normaal. Het was echt gaaf geweest als gewonnen, maar... Dat is wel goed gedaan, toch? Ja, we zijn wel trots op ze. We zijn zeker trots. Zeker. En wat vonden jullie van de Argentijnen toen ze hier binnenkwamen vanavond? Ja, die zijn nu ons vijand nummer 1 geworden, want die gingen juichen in Spanje scoren, dus daar praten we niet mee. Ja, en bij de hulp ging klappen voor Spanje juichen. Ja. Dat is een beetje jammer. Beetje flauw dat ze ook hier komen zitten, toch? Ja. Deze doet ze ook gewoon expres, hoor. Ja, dat vindt ze alleen wel mooi. Dat is wel een beetje jammer. Precies. Ja, maar pakken ze nog wel. Ja. Pakken ze al 2K dadelijk. Op sportief gebied dan. Ja. En vanochtend, vanmiddag met ons, hoe was het? Ja, vanmiddag. Dat was een stuk beter dan gisteren in ieder geval. En 3 nog gewonnen. Dus dat dat maakt vandaag een beetje goed voor ons. Precies, ja. Wel de dag had mooi afgesloten kunnen worden met de winst van het Nederlands team, maar helaas. Helaas. We hebben morgen een rustdagje. Dan gaan we een beetje loslopen, core stability behandelen en we hebben ook nog een stuk vrij. Dus dan kunnen we er een beetje bij komen. En wie is volgende tegenstander? China. China is onze volgende tegenstander. China. Ja, China. En die kennen we wel goed, of niet? Ja, daar hebben we genoeg tegen gespeeld, zo. Ja, absoluut. Niet heel vaak tegen normaal. Die kennen we goed, dus moet het doen zijn. Ja, dan gaan we 3 punten. Op naar China. Doei. Doei.